Carlien Ritter, hoofdmuseale zaken van Hofwerk in Zwaanstein. Dat klopt. Wat betekent eigenlijk de museumnacht? De museumnacht is een nacht waarbij Haagse musea en Voorburgse musea meedoen. En dan zijn we geopend van 8 tot 1 uur 's nachts. En dan is er een speciaal programma. En wat houdt het speciale programma in? Dit jaar is het thema Freak Like Me. En dat hebben we zo uitgebreid opgevat dat we dan op Hofwijk een speciale rondleiding in het donker hebben georganiseerd. Waarbij Constantijn en Christiane Huygens tot leven komen. En de film wordt getoond met Constantijn Huygens naar Venetië, de movie. Die tonen wij in de Vrade-locatie. Constantijn Huygens, waarom bent u teruggekomen? Ik hou van dit huis. Ik vind dit zo'n prachtig huis dat ik gewoon terug ben gekomen in de tijd. En ik wil dit huis, wat zo prachtig is gerestaureerd, graag laten zien. Wat er hier te zien is, dat is echt fantastisch. En wat er hier aan restauratie is gebeurd, ook met de tuin, dat is fantastisch eigenlijk. En daarom kom ik hier heel graag terug. En nou is het museumnacht. Wat betekent dat voor u? Het museumnacht is dat ik hier extra ben. Dat ik graag de mensen ontvang, want museumnacht komen er altijd veel mensen. Vorig jaar hebben we ook heel veel mensen hier gekregen. En dan is het extra leuk om hier gasten te ontvangen en te laten zien hoe fraai het hier is. Christiane Huygens, u bent teruggekomen voor deze museumnacht. Wat vertelt u de mensen allemaal? Ik vertel over de uitvindingen die ik 375 jaar geleden heb gedaan hier. Op Hofwijk en op heel veel andere plaatsen. En de belangrijkste uitvindingen, dat zijn de slingerklok en de ontdekking van Saturnus met zijn manen. Kunt u wat vertellen over de instrumenten op tafel? Ik heb wat van mijn uitvindingen meegenomen. De kijker, maar toen was de kijker natuurlijk nog niet zo mooi als dat we hem nu hebben. Het planetarium wat ik heb gebouwd voor Lodewijk de 14e, maar wat hij nooit wilde betalen, dus ik heb het maar weer mee teruggenomen. En natuurlijk de allereerste toverlantaarn, wat ik eigenlijk beschouw als speelgoed, maar de kinderen vonden het fantastisch. U bent bezoeker van de museumnacht. Wat is de reden dat u de museumnacht bezoekt? Ik heb 1 keer een rondleiding gehad, maar dat is eigenlijk weer een beetje, dat ben ik een beetje vergeten. Maar ik ben eigenlijk aangenaam verrast, want dit was onze opstapplaats. Wij stonden eigenlijk te wachten op de bus. En toen kwam er een gids en die zei van, ik leid jullie rond. En het is heel sprookjesachtig. En ik wist ook niet dat er een thema aan gekoppeld was. En dat verraste me ook. Nou, ik vind het een mooi gebeuren. Ik kende de museumdag van Amsterdam. En toen dacht ik van waarom altijd naar Amsterdam? Ik ga dat ook hier dicht bij huis zoeken. En ik draag het een warm hart toe dat de musea hun deuren openstellen. En dan toch een leuke avond van maken. Dus ik vind het schitterend. En ik vind het leuk om het Hofwijksmuseum zo mooi erbij te zien staan. Ja, ik ben Winde Boonstra. En ik ben hier vanuit het atelier Something Extra. Om mensen te verleiden het museum te gaan bekijken. Femke Overdijk, je bent onherkenbaar. Maar wat is hier allemaal te doen vandaag of vanavond eigenlijk in Zwaanstein? In Zwaanstein hebben we vanavond een workshop, Freak Like Me. Dan kun je jezelf helemaal natekenen als een echte freak. Er is een rondleiding door theaterfotograaf Pansok, van de foto's die u hier allemaal ziet. Prinses Marianne geeft verschillende voorstellingen op verschillende tijden deze avond. En hier kunt u zich laten fotograferen als een echte freak met leuke attributen. Een heel gezellige avond. Waarom ben je zo gekleed? Ik vind het een heel leuk thema, Freak Like Me. En ik dacht, daar moeten we toch met z'n allen wel iets van maken. Dus vandaar. Was het deze stalknecht die prinses Marianne op het idee bracht wilde feesten te organiseren op Leeuwenstein? 40 jaar geleden hadden oudere studenten vaak verzamelingen, pornografische lectuur en afbeeldingen die onbelemmerd op auties ter tafel kwamen. Zo had een huisgenoot van mij een voorstelling van een bastloze boom van grote omvang
waarin op den top een zitje getimmerd was met tafel en een paar stoelen. Daar zat een jonge meid, wier lange rossige haren haar enig kleed vormden, terwijl een aantal mannen, op dit gebied slechts voorzien van gespoorde rijlaarzen, in blijkbaar hevige opwinding den top van den spiegelgladde boom trachten te bereiken. Ik ben Marian en ik ben van Something Extra en ik beheer hier de Freak Photoshoot. Wat is Something Extra? Dat is een bedrijfje in Delft wat allerlei kostuums en kostuumatelier is. Wat allerlei kostuumfeestjes doet. Waar mensen zich dus helemaal kunnen verkleden, in een andere huid stappen en dan een fotoshoot maken. En wat voor kleding hebben jullie dan? Alles. Van hysterisch tot historisch. En wat doe jij hier? Ik ben Aniek en ik maak de foto's van de mensen hier in kostuum. En hoe gaat dat dan in zijn werk daarna? Dan kunt u e-mailadres opgeven en dan worden ze verstuurd.